als je het over het cannabisbeleid hebt in Nederland, is het voornaamste discussiepunt eigenlijk al 20 jaar die achterdeur. Als de voordeurproblematiek niet in strijd is met internationale verplichtingen, dat je dan niet met droge ogen kunt beweren dat de achterdeurproblematiek niet gereguleerd zou kunnen worden. Kijk, op het moment dat het toegestaan zou zijn om wiet te kweken, dan zou ik gewoon een prachtige locatie ergens zoeken en ik zou gewoon helemaal groene boer worden, want ik vind het een heerlijk plantje om mee bezig te zijn. Het is voor mij de mooiste tijd uit mijn leven geweest. Daarnaast heb je dus dan inkomsten van de belasting. En dat zou dan op kunnen lopen tot een 850 miljoen euro per jaar. Je gelooft zo goed bezig te zijn dat je soms nog het gevoel hebt van misschien gaan ze mijn deur wel voorbij, weet je wel. Wiet, hennep, marihuana, cannabis. Het meest gebruikte genotsmiddel ter wereld. Tenminste, het meest gebruikte illegale genotsmiddel. Cannabis is een drug die over de gehele wereld binnen alle lagen van de bevolking wordt gebruikt. Al duizenden jaren lang. Do you mind if I smoke pot here? Not at all. Can I have some? You smoke pot? Since the 60s. Deze film maakt geen reclame voor cannabis. Deze film gaat over de economische achtergronden van de teelt van cannabis. Deze film toont aan dat de staat miljarden voor de schatkist kan verdienen door de teelt van wiet te reguleren, gedogen, net als de voordeur van coffeeshops. Nederland kent al bijna 40 jaar coffeeshops waar de verkoop van wiet en hash wordt gedoogd. Dat gedoogbeleid heeft zijn nut bewezen. Hoe ziet zo'n marihuana sigaret eruit? Ik heb er een voor u medegebracht. U ziet, ik kan hem misschien het beste zo vasthouden. Maar de levering van cannabis aan coffeeshops hebben de Nederlandse regeringen sinds 1976 nooit willen regelen. Het blijft een strafbaar feit. Die levering moet dan ook via de zogenaamde achterdeur. Een schimmige illegale activiteit om de voordeur van de coffeeshop te kunnen bedienen. Vergelijk het met een groenteboer die zijn klanten niet kan vertellen waar zijn groenten zijn gekweekt en welke bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. De politiek zou veel meer moeten zoeken naar oplossingen om de handel en kweek van cannabis te regelen. Al was het maar omdat Nederland ieder jaar bijna 1 miljard aan extra belastinginkomsten op de begroting zou kunnen bijschrijven. De Nederlandse politiek lijkt nog altijd te denken in repressie, harde aanpak en oude clichés. Long-term use of marijuana can lead to a psychological dependency. Soon you'll be taking all sorts of measures to get your fix. Maar waarom heerst die angst? Geen plant is meer onderzocht dan cannabis. Wetenschappers ontrafelden tot in detail de geheimen van de cannabisplant. De BBC maakte er in 2009 een alomvattende documentaire over. Cannabis, the evil weed. For some, it's a blissful release. It is nice. It is so nice. It is nicer than nice. You know, it's, I don't know if I can say this on the camera, but it's almost as nice as sex. The vulnerable group are children under the age of 15 receiving high doses or concentrations of THC repeatedly. It's undoubtedly an addiction, but not in the same way as harder drugs. But by comparison, for cannabis, it seems to me the effects are like a walk in the park. Maar goed. Er is genoeg gezegd en geschreven over cannabis. Wij zouden het hebben over de economische voordelen van regulering van cannabisteelt en verkoop. Econoom Martijn Boermans deed er onderzoek naar. Veel mensen denken dat economen alleen maar naar geld kijken. Maar juist een afname van criminaliteit heeft sociaal heel veel waarde. En die probeer je te schatten. En dat probeer je af te wegen ten opzichte van de kosten die je maakt om bijvoorbeeld criminaliteit te bestrijden. En dus op het moment dat je het huidige justitiële budget of politiebudget op andere zaken zou inzetten, dat je daar een hogere return op hebt, dus dat het effectiever gebruikt kan worden. Daarvan heeft het ministerie zelf berekend dat het op jaarbasis de justitiële kosten en dergelijke zo rond een 200 miljoen euro per jaar zijn. Daarnaast heb je dus dan inkomsten van de belasting en dat zou dan op kunnen lopen tot een 850 miljoen euro per jaar. Toch zijn er verschillende initiatieven geweest om de achterdeur wel te regelen. In 1995 is het eerste paarse kabinet dicht bij een oplossing om de achterdeur te reguleren. En in de drugsnota 95, toen hadden ze daar nog een idee over, toen dachten ze in ieder geval over na. En eigenlijk wilden zij toen
dat weet niet iedereen, eigenlijk achter de legaliseren, reguleren. Het college van procureurs-generaal had toen de tekst al klaar liggen. We zijn een aantal malen heel dicht bij de stap geweest om de achterdeurpolitiek ook te gaan gedogen. Officieel te gaan gedogen. Dus in een richtlijn van het OM vast te leggen dat die achterdeurproblematiek geregeld zou worden. Alleen toen kwam er wat tegenwind uit het buitenland, van de Fransen vooral, de Franse president Chirac. En toen is het allemaal niet doorgegaan. Nou ja, sindsdien, je zou kunnen zeggen, politiek Den Haag is er een beetje van geschrokken van die kritiek toen, is er ook niet meer over nagedacht. En ook in 1996 werd het gewoon geregeld. In Groningen. Boah. Boah. Ik ben begonnen al begin jaren 90. Toen was nog minister zorgdrager van D66 was minister van Justitie. En die was toen voornemens om die zaak ook te legaliseren. Werd toen nog over gesproken, maar dat had reguleren moeten worden. Ik heb dus echt altijd geprobeerd om alles zoveel mogelijk binnen de wet te doen, behalve dan de overtreding softdrugswet. En dat betekende ook dat de stroom altijd gewoon netjes betaald werd. En dat zijn enorme rekeningen die ik moest betalen. Ik heb al een 10.000 euro moeten betalen, na moeten betalen. En dan betaalde ik al een 700 euro in de maand. En dan moest ik dat dus nog nabetalen hier, 6333 euro. Voor mij de mooiste tijd uit mijn leven geweest. Ja. We dachten dat het zo dus werkte. Ja, het is hier gewoon op een zolderkamertje begonnen. En gewoon met vier lampjes voor een productje wat ik zelf nodig had voor de winkel. En dat werd ietsje meer en nog ietsje meer. En toen op een gegeven moment stond de politie voor de deur. En die zei, waarom doe je dat? Ik zei, ik heb een winkel en ik heb dat product nodig. En toen zei de politie, maar dat mag niet. En die namen dus alles mee. En die gaven mij een telefoonnummer van de Belastingdienst om te bellen. En toen kreeg ik de volgende dag te horen, tot mijn aller blijdschap, dat ik onder hun visie door mocht gaan met de kwekerij. Het is 1996 als de Belastingdienst Noord in Groningen een proefproject opstart. Vanuit de gedachte dat iedereen belasting moet betalen, wil de Belastingdienst kijken hoeveel geld er omgaat in de wereld van de coffeeshops. Geld is geld, of het nu verdiend wordt met de verkoop van een legaal of een illegaal product. Een speciaal horecateam wordt gevormd. Weinigen weten precies wat ze doen, zelfs collega's binnen de Belastingdienst niet. Ze zijn als the untouchables en krijgen alle ruimte om de grenzen van het toelaatbare op te zoeken. Het lukt om in contact te komen met coffeeshophouders die welwillend tegenover hun plannen staan. Al snel wordt duidelijk dat er eigenlijk ook gekeken moet worden naar de aanvoer van de wiet, de zogenaamde achterdeur. Ik heb die Belastingdienst opgebeld in begin 97 met de vraag hoe dat geregeld was met marihuana kwekers. Wisten ze niet direct antwoord op te geven, hebben ze later terug contact over opgenomen. Ze zijn bij mij terrein op komen rijden op een gegeven ogenblik en daar is dat hele verhaal gaan draaien. De heren kwamen het terrein oprijden met de vraag, waar is die kwekerij? Ja, dat zijn we voornemens te gaan doen. Oh, zegt die ene nog, dan wordt dat gat zeker voor de afzuiger. Ja, inderdaad, u hebt het goed in de gaten. Zo ging dat. Maar hoe komt het team nu aan meer kwekers? Het wereldje van de wietteelt is niet een wereldje waar je zomaar even binnenstapt. Het idee van een flyer komt op tafel. Een flyer die in elke coffeeshop en growshop verspreid zal worden. En daar hebben bij mijn weten zo ongeveer zo'n 400 mensen zich op aangemeld. En ook allemaal in de veronderstelling waren dat ze daar eigenlijk een goede stap mee deden.
De flyer blijkt een succes. De mannen van het team lopen van de ene naar de andere kweker. Veel van die kwekers zien hun kans schoon om op een normale manier handel te drijven en ook te voorkomen dat ze later een naheffing van de Belastingdienst gaan krijgen als ze wel tegen de lamp zouden lopen. Zoals Paul, die op ingenieuze wijze wiet kweekt in onopvallende ruimtes. Er lag een hele grote berg Tempex bovenop en eigenlijk over die hele boerderijvloer. Ja, en onder een van die stapeltjes zat de ingang. Het is hier allemaal zo aardig donker. Alle lampjes die er hingen hebben ze meegenomen, hè? Dus... Ik vond het gewoon erg goed dat er nu mensen waren die dus een keertje wel hun nek durfden uit te steken. Ook natuurlijk in eigen belang, ook natuurlijk. Maar iedereen moet er belang bij hebben. Dus dat begrijp ik wel. Daar voel ik mijn rug nog, joh, als ik hier naar kijk. Tjonge, jonge. Ik was een idealist en ik wou dat gewoon goed voor elkaar hebben. En ik had ook al gauw in de gaten dat hier in het noorden ook weinig werk zit. En als je dan al wat op leeftijd bent zoals ik, dan wordt het helemaal niet makkelijker van. Dus ik dacht, als we dat gewoon in goede banen kunnen leiden, dan is het toch bijna onmogelijk dat niet zou lukken. De sfeer was goed. Ja, ook met die Belastingdienst. Die was ook soepel, die wou dat ook gewoon graag in kaart brengen en gewoon voor elkaar maken. Het verleden kon heel soepel afgehandeld worden en dan gingen we met een schone lei gingen we gewoon beginnen en geld verdienen. Dat het in feite een ideale ruimte is omdat het onder de grond zit. En dus temperatuur zomers altijd koel, 's winters eigenlijk altijd warm. Dus heel constant is. Het ook niet opvalt naar buiten toe, naar mensen en dergelijke. Ja, en dat het ook wel een beetje toch een levenswerkje was, omdat het eigenlijk gewoon een hele goede ruimte is. Er is heel veel aandacht aan besteed. Heel veel energie ingestoken, een hoop geld. Hier dan zo sta en de grote deuren weer zie. En ik zie in het heel klein, zie ik daar een houten gebouwtje staan binnenin. En ja, daar is het uiteindelijk allemaal om te doen geweest. Dus het waren vier dezelfde ruimtes van ongeveer 800 planten stonden erin. In totaal van 3200. Wat keurig netjes allemaal gecontroleerd werd. De samenwerking die ik altijd met de Belastingdienst gehad heb, ja, is voor mij de mooiste tijd uit mijn leven geweest. En ik dacht echt iets gevonden te hebben waar ik punt 1 mijn ei in kwijt kon en punt 2 dacht op een hele goede manier met de overheid bezig te zijn. Ja, ik word er een beetje stil van. Niet alleen Jan en Paul zijn goede bronnen voor het cannabisteam van de Belastingdienst. Steeds meer kwekers melden zich. Het is een overweldigend succes. In 1997 wordt er meer dan 10 miljoen gulden binnengehaald. Alleen al bij coffeeshops, growshops en kwekers uit het noorden. Het lijkt te mooi om waar te zijn. En dat is het ook als blijkt dat de politiek totaal niets van het project afweet. Belastingdienst Groningen paard hennepkwekers. Aan de hand van dat artikeltje hebben ze op een gegeven moment die Kamervragen gesteld. Toen kwamen ze erachter dat het namelijk zo was. En naar aanleiding daarvan is er door staatssecretaris vermeend is dat project hier gestopt. Maar ik hoorde ook dat alle andere departementen van Nederland zeer geïnteresseerd waren. En zelfs vanuit het buitenland kwamen reacties. De dubbele moraal wordt al snel duidelijk als tijdens het project van de Belastingdienst de wietkwekerij van Jan wordt opgerold door de politie. Ze weten waar je zit, je bent geen verstoppertje aan het spelen, je steelt geen stroom. En vervolgens staan ze weer met 30 man je tent leeg te halen. Ja, dan houdt het op een gegeven moment op. Dan kun je zeggen van, ja, maar je weet waar je mee bezig bent. Wij hadden de hele duidelijke afspraken. Hoe die hier gewerkt werd en
Het is tot op de dag van vandaag niet te geloven wat er allemaal gebeurd is. Dus... Nou, een kantelbaar gereedschapbord. Dan hebben we hier nog een ruimte waar nog de jonge plantjes konden staan. Ook Paul wordt niet gespaard door justitie. De politie valt ook bij hem binnen. Je gelooft zo goed bezig te zijn dat je soms nog het gevoel hebt van misschien gaan ze mijn deur wel voorbij, weet je wel. Maar dat blijkt altijd een illusie te zijn natuurlijk. En het geeft heel veel impact op je gezin, op alles. Je raakt je werk feitelijk kwijt. Zo moet je het zien. En je komt een enorme pakket zorgen te zitten. Maar je weet ook niet welke weg wel te bewandelen. Want je weet nooit waar het schip gaat stranden, justitieel. En kom je vast te zitten of laat je voor een idioot hoge som geld opdraaien. Die er gewoon echt gewoon niet verdiend is. En ik denk die echte doorgewinterde crimineel die blijft en altijd buiten schot. En die heeft altijd nog zoveel achter de hand aan. Nog kwekerijen en andere inkomsten. Dat die zal er wat luchtiger mee omgaan. Maar mensen die gewoon een gezin hebben en dat eigenlijk gewoon doen om hun hoofd boven water te houden. En dat zijn er velen, daar ben ik van overtuigd. Daar is het gewoon heel erg jammer voor dat ze op deze manier optreden. Illegaal hebben wij verder nooit willen werken. Dus we hebben het altijd keurig netjes biologisch en met belastinggelders en controles en overleg willen werken. En dat is door derden om zeep geholpen. Ze hebben gewoon wat geprobeerd wat ik op zich gewoon heel stoer vind, meen ik echt. En ik weet ook niet of het nou op eigen initiatief was dat ze het begonnen of dat die vermeente vanaf is. Ja, dit is even... Het kwaad worden zit niet echt in mij. Als iets niet werkt, dan doe ik een stapje terug. Maar vandaar dat ik hier nu wel aan meewerk, omdat ik gewoon vind dat me groot onrecht is aangedaan. Het voorschrift informatieverstrekking, het VIV, zegt wat ambtenaren wel en niet moeten melden aan justitie. Het cannabisteam kon hun gang gaan zonder hun informatie te hoeven delen met justitie en het Openbaar Ministerie. Toenmalig staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend verandert dit voorschrift in maart 1998. Hierna moet de Belastingdienst en dus ook het cannabisteam elke vorm van criminaliteit melden. Dat staat haaks op de eerdere persoonlijke beloftes aan de kwekers. En daarmee is het de dolksteek in het succesvolle coffeeshopproject. De mannen van het coffeeshopteam mogen geen contact meer opnemen met hun klanten. De lijnen zijn dicht. In totaal zijn er meer dan 250 contactpersonen die ineens niets meer horen. Behalve opnieuw een flyer. De wietwereld snapt er geen bal meer van. Ze voelen zich verraden. De sfeer wordt grimmiger. Het wordt zelfs link. En dat was ook de reden waarom die mannen van de Belastingdienst bedreigd werden met de dood. Want een heleboel mensen voelden zich gepakt. Eerst een mooie brief over er wordt niks doorgespeeld en privacywetgeving. Om vervolgens gewoon even simpel met een brief af te doen van joh, het is even veranderd de wet. We moeten het nu wel doorgeven, dus dan weet je het maar. Ja. Nou ja, ze hebben mij ook met de dood bedreigd. Dat als ik naar de stad Groningen kwam, dan zouden ze me doodschieten. Ik moet zeggen, dat waren niet de meest aangename tijden. En ik vond het ook inderdaad erg sneu voor die jongens van de Belastingdienst. Dat heb ik wel gevoeld. Voelde ik me ook schuldig aan. Omdat ik eigenlijk ook hun een beetje erbij betrokken had. Dus nee, dat vond ik niet leuk. Dat doet erg zeer als je weet dat je in een goed project met goede mensen bent bezig geweest en dat zo... Dan dat zo de deuren dicht worden gegooid en ze laten je gewoon naar je lot over. Dat is raar. Dat is een rare ervaring. Ja, ik heb er nog steeds iedere dag last van. Ik heb absoluut geen moment ergens spijt van. Nee, zeker niet. Ik kan ook heel moeilijk een les trekken uit dit hele verhaal. Ook horende hoe de overheid erover dacht, was dit eigenlijk een uniek en fantastisch project.
En dat idee hebben de heren van de Belastingdienst mij en van de Field mij dus ook gegeven dat het een heel goed project geweest is. De Belastingdienst Noord besluit, in overleg met het Openbaar Ministerie uiteindelijk, dat alle gegevens van het coffeeshopteam van voor 16 maart 1998 toch niet doorgespeeld zullen worden aan justitie. Daarmee gaan ze in tegen het besluit van staatssecretaris Vermeend, maar voorkomen mogelijk een bloedbad. Change your heart.